Hallo, ik ben Bart de Pauw, online docent en T2. Welkom bij Heb je zin? In deze les oefenen we de grammatica van hashtag Dutch Grammar les 11 en 12. Over getallen en het meervoud. Martin en Marieke zijn op de markt. Ze gaan eten kopen. Daarna gaat Martin voor Marieke koken. Wat wil je eten? Vraagt Martin aan Marieke. Wat vind je lekker? Ik hou van Hollandse kost. Een stukje vlees, aardappelen en groenten. Dan gaan we eerst naar de groenteboer. Verse grote tomaten. Uien in de aanbieding. Mooie groene bonen. Hoeveel aardappelen zullen we kopen? We zijn met 2 personen. 10 aardappelen. Dat is goed. 10 aardappelen alstublieft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alstublieft. Hoeveel kost dat? 920 gram, dat is €2,50. Anders nog iets, meneer. Marieke, welke groente wil je? Ik vind courgettes lekker. Mag ik 2 courgettes? 2 courgettes voor meneertje. Even kijken. 500 gram, dat is €3,25. Anders nog iets? Nee, dat was het. €2,50 plus €3,25 is €5,75. Alsjeblieft, hier is een briefje van 10. Dan krijgt u van mij wisselgeld. €10 min €5,75 is €4,25. Alsjeblieft. 2 munten van €2 en 2 muntjes. 1 van 20 cent en 1 van 5 cent. Nu alleen nog een lekker stukje vlees. Wat vind jij lekker, Martin? Biefstuk. Lust jij dat? Ja, natuurlijk. Dat vind ik ook lekker. Mogen wij 2 biefstukjes? Hoeveel gram? Biefstukjes van 200 tot 250 gram. 1, 2. Mag het iets meer zijn? Geen probleem. Dat is dan €9,85. Alsjeblieft. Het wisselgeld mag u houden. Zo, nu hebben we alles. Zullen we nog een toetje kopen? Maar natuurlijk, dat is goed. Dan moeten we nog even naar de supermarkt. Die is hier vlakbij. Wat vind je lekker? Vlaflip. Vlaflip. Goed idee. Dan maken we vlaflip. Wat is vlaflip? Dat zien we in de volgende les. Dan gaan Martin en Marieke naar de supermarkt. Tot de volgende keer.